guys, welkom bij deze video met vandaag de grote finale van WandaVision. De series finale. Op vele aanvraag is Igor er vandaag ook weer bij. Was nooit op voorhand afgesproken dat dit ging gebeuren. Maar Igor, hoe vond je je grote debuut op S'Fantastic? Ik vond het wel fijn, eigenlijk. Ik vind mijn mond leeg. Nee. Ja. Anders zag ik zelfs de camera vol met dingen en dan denk ik aan een tijdje, was ik toch al die brokjes? Nee, ik vond het eigenlijk wel fijn. Ik had dat nog nooit echt gedaan. Zo. Ik heb zo vroeger, had ik zelf een YouTube-kanaal, heb ik het verteld. En daar heb ik zelf wel zo video's op gemaakt. Maar ik heb nog nooit echt een reaction gegeven op zo bepaalde content. En dat was nu eigenlijk wel best interessant. En ik vond dat nog wel fijn. Ik heb de video zelf eens bekeken. En ik weet niet of het opvalt, maar soms praat ik heel snel. Praktisch altijd. Ja, dat was niet versneld. Dus ik ben... Nee, dat was gewoon zo. Maar ik ben aan het proberen om daar nu op te letten. Ik kan niks beloven. Ik neem nu al meer pauzes tussen mijn zinnen. Maar, hè. Ja. Ik ga proberen om daar nu op te letten. Ik kan niks beloven. Ja, nee, maar mijn tussenschotten zijn altijd snel. Maar ik ga proberen om in het algemeen even adem te halen en dan komt dat wel. Oké, maar dus, WandaVision, vandaag de seizoensfinale. Ik moet eerlijk zeggen, de vorige aflevering moest even erin komen bij mij. In het begin dacht ik van, oké, eigenlijk best wel jammer dat we volledig teruggaan. Maar na de rand, holy fuck, een van de beste dingen die we in de MCU wel hebben gezien. Hoe dark die show is gegaan in één aflevering was gigantisch. Ja, ik vond dit veruit de beste aflevering van WandaVision. Maar dat is voor mij gewoon, ik ben een hele grote fan van zo teruggaan in de tijd en zo de puzzelstukjes bij elkaar zien. Op zich hadden we die aflevering al gehad in aflevering 4, hè, waar dat je zo ziet hoe is het allemaal begonnen. Maar dit vond ik heel handig voor Wanda haar backstory. Zo. Dat was de moeite. Ja, zeker toen dat ze op het einde dan de heks maakte en dat we alles zagen van dat ze helemaal Vision niet heeft gestolen, dat ze Vision heeft gecreëerd. Ja, inderdaad. Nu weet je ook eindelijk, what the fuck is the deal with Vision? En nu weet je het ook eindelijk. Nu weet je what the fuck the deal is met Vision en je weet alles over Wanda. Hoe dat ze door grief eigenlijk de Scarlet Witch aan het worden is. Normaal zou gisteren een video online gekomen zijn met een gigantisch mooie en ontroerende uitleg erover. Maar YouTube blokkeert zowat al mijn video's tegenwoordig, dus die komt morgen online. Daar kun je daar al naar uitkijken. Dat is een van de beste video's die ik ooit heb gemaakt. Dus kijk daar naar uit. Morgen om 8 uur 's avonds komt Who Won the Maximum of the Scarlet Witch werd. Even een pluk naar mijn eigen video's. Ja, inderdaad. Maar en nog geen kleine ook niet. Dan doorlopen. Oké, wat denk je dat er gaat gebeuren in deze episode? Heb je mijn theorievideo gezien van deze week? Ja. Vond je mijn theorieën goed? Ja, die twee die van mij kwamen wel. Nee, ik vond ze over het algemeen wel plausible allemaal. Maar, goh, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik ben klaar om verrast te worden, joh. Ja, ik ook wel. Op zich, ik vind het helemaal niet erg als ze mij nu helemaal gaan... Allee, aan de ene kant, ik wil heel graag dat wat ik op het einde van vorige episode zei van Vision, dat ze die twee gaan samenplakken en dat dat dan één fatsoenlijke Vision terug wordt. Daar hoop ik op. Maar op zich, als ze mij zeggen van, Igor, nee, dat mag van mij. Maar dan wil ik wel dat ze met iets afkomen van waar ik content ga zijn. Maar ik heb zo het gevoel, het is MCU, ik ben daar nog nooit echt lastig van geweest van keuzes die ze gemaakt hebben. Zelfs van Iron Man 2 niet of zo. Of van Thor The Dark World. Dat is geen goede film, maar ik op zich kan dat mee leven. Je vindt die enjoyable. Het is dat. Dus... ja, zolang het niet de Monster Hunter van Marvel wordt, is het goed. Ja, het ding is, ik ben heel benieuwd. Natuurlijk, waar ik bang voor ben bij deze aflevering, en dat heb ik niet zelf, want ik ben zeer snel content over iets. Maar heel veel mensen, die hebben zo gigantisch veel fan-theories, dat zelfs de regisseur heeft gezegd van... Mensen met zoveel fan-theories, ja, over bijvoorbeeld Doctor Strange, of Reed Richards, of Mephisto, echt iedere aflevering. Een fucking gans is Mephisto geweest in deze serie. Dat mensen disappointed gaan zijn met de finale. Ja, maar dat... En ik hoop dat ze wel goede keuzes maken die, ondanks dat het geen fan-theories is, dat het nog steeds fucking goed is. Maar dat gaat je altijd hebben. Hè. En ik heb dat juist tegen u ook gezegd, van de camera af. Allee, als je fan-theories hebt, dat is allemaal fijn en wel, maar als je gaat kijken naar het aantal fan-theories dat er zijn, heel veel zijn mogelijk, want het is en blijft een comicboek, dus allee, daar is alles bijna mogelijk. En als je gaat kijken naar andere films en andere series en waar daar, theorieën van geweest zijn. Ja, dat is de reden. Als er theorieën van geweest zijn en hoe dat het effectief is uitgelopen. Sommige mensen zijn juist, hè. Die zullen daar ook wel heel goed in zijn. Maar aan de andere kant pakt dat 95% of zo van de fan-theories. Dus dat klopt meestal toch niet.
omdat je er zoveel hebt. Dus ja. Losers. Nee. Bijvoorbeeld, een paar van de meest rare fan-theories die ik had, is dat ten eerste al de multiverse zo opengebroken zijn. Ineens, random, nu was het er, Evan Peters komt erin. Ja. Dat had nooit gekund. Als dat was gedaan, dan was het heel slecht. Heel lazy writing. Als je achteraf bekijkt, zeker. Ja, maar bijvoorbeeld, nog een andere rare theorie is dat Tobey Maguire de secret cameo gaat zijn. Ja, maar dat zijn mensen... Heel veel mensen dachten dat, maar why the fuck zou hij daar komen? Wat heeft hij ermee te maken? Dat is zo'n theorie dat begint met een of andere klojo, die niet zo fel verschilt van mezelf, die dat online zet voor te lachen. En dan heb je, ik weet niet, veel mensen die zeggen, oh my god, dat kan echt nog zijn, want de multiverse. En dan denk ik, ja, lol, dan kan het ook zijn dat ineens Walt Disney, dat die kerel daar ineens is. Want ah ja, dat kan, de multiverse, kom maar zeggen. Dat gaan ze ook niet doen, hè. Ineens komt Mickey Mouse daar binnen. Hoho, allee, nee, hè. Dat is dus hetzelfde. Dat is, ja, als, het is ook en blijft, Marvel heeft zoveel verschillende ideeën. Je gaat altijd wel een reden vinden om iemand daarin te krijgen. Dat, yeah. Ik wil daarom niet zeggen dat dat zo is, maar ja. Heel veel fan-theories zijn vergezocht, maar dat maakt het soms ook wel plezant om zo te theorizen. Ook een vergezochte theory die ik ergens toe kan omvormen naar een plausible theory, is over Hayward. Mensen dachten, omdat er in een comic ooit is geweest, dat Hayward eigenlijk disguised Ultron was. Dat bedoel ik dus. Ja, inderdaad, wat? Eigenlijk, Ultron zit... Dat gezicht is een soort belichaming, een soort van kostuum, een soort van... Mission Impossible. Ja, ik ben Ultron. Ik ben James Spader. There are no strings on me. Ha. Ja, ja, ja. Dat is een hele grote theorie geweest. Maar als je die omvormt, wat wel nog plausible kan zijn. Ik heb dat ook gezegd in mijn theorievideo. De White Vision is eigenlijk nu een soort van Ultron. Dit is wat Ultron eigenlijk zou moeten zijn, maar dan net nog op iets anders. Ja, 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 omdat Jarvis gedeelte niet... Ja. Ja, ja, het Jarvis gedeelte is eruit gelaten nu. Er zit geen emotie in die robot. Dat is gewoon een robot nu. Ja, ja, ja. De Mindstone is eruit. En ik denk... Mensen dachten daar ook weer over na. Van ja, dan gaat dat de stem van James Spader zijn. Een Ultron. Maar ik denk dat lang niet. Nee. Ik bedoel, ten eerste. Het is een waste voor dat personage. Om gewoon zijn stem te gebruiken. Op Paul Bettany zijn mond. Ja. Ja. En ten tweede. Het is gewoon heel raar. En nu moeten we eerlijk toegeven. Ultron. Het heeft een grote impact gehad op de MCU. Maar de film is niet enorm geliefd bij iedereen. Niet iedereen gaat die stem direct herkennen. En zeker als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Duitse dubs of zo. Niemand gaat toch weten dat dat de stem van Ultron was. Dus... Nee, inderdaad. Het is dezelfde persoon die dat toen ook gedubt heeft. Maar... Ja, maar dan is de kans nog klein. Ja, dus... ja, inderdaad. Maar ja, een beetje... Ik denk gewoon dat de vorming van Ultron en de ideeën van Ultron een klein beetje erin zijn verwerkt. Maar dan op... een soort manier van een gewoon een killing robot. Ja. En ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Ik ben heel benieuwd naar de aflevering. Ik ben heel benieuwd naar Agatha Harkness. Hoe dat ze haar story gaan afleiden. Ja. Ik vraag me vooral af, omdat ze alles wat ze nu hebben opgezet, hoe ze dat gaan afronden in deze aflevering. Maar ik denk dat we genoeg geluld hebben over wat we gaan verwachten. Ik denk dat het tijd is om te gaan kijken wat we gaan zien. Kijken wat we gaan zien, inderdaad. Let's go. Hello. Mensen die de post-credits scene hebben gezien, zitten van what the fuck is dit? What about White Vision? Dat wordt gewoon Battle of the Races, jong. White Vision tegen Black Monica Rambeau. Dat is voor te lachen, hè. Don't kill me. Waarom wordt deze intro gewoon nooit oud? Het blijft leuk. Oh, let's go. Dat is fijn rustig, man. Oh, shit. Scarlet Bitch. Ah, Scarlet Bitch, denkt die vrouw nu. Oh, fuck. Kijk hem. Oeh, met de kop tegen de grond en al. Oh, yo! Ja, eigenlijk, dat is ook goed gezien. Kinderen gaan naar huis. Bam. Huh? Vision! Dat is White Vision. Vision. Oeh. What the fuck? Oh ja! Hier, dat is een Age of Ultron dingen. Callback. Hulkbuster met de hulk in de grond. Ja. This is us. Then let's fight. Wanda vecht. Oh yeah! Wanda vecht. Oh, hij heeft wel zijn speed powers. Droid. I know that.
Doe het nog een keer! Ja. Already did that to me once. Nu gaan die in elkaar. Oh. Kijk hoe. No kips! You're bluffing. No, I'm not. Is it? Fucking Jimmy Woo is awesome, gast. Kom aan, als je een kaart kunt magicen in je hand, kun je toch die hand ook wel gewoon even zo. Maar Jimmy Woo is awesome. Zo gezegd. Inside the owl. Hij bluft echt! Ja, tuurlijk. Cabin. In the back. In the dark hold, ziet je wel. Ziet je wel dat het dark hold was? Godverdomme. Dr. Strange? She is, but she doesn't know. Hey, Dottie. Oh, van iedereen. Shit. Smoothies. Ja, ja. Healthy. Is hij vast op een health? Ik weet niet. Agnes doesn't. Die kan. Onder control. Oh god, please, spare my life. Hij doet een laserstraal, dat is cool. Ja, van waar komt dat dan? Uit dat. Normaal kwam nooit de mind. Dus 2023. Ja, sorry. Ja, die gaan hem ploppen. Of wegvliegen. Oh, fuck. Oh! Beetje bondage. Of dat niet dan? Of ze gooit die allemaal buiten. Dan gaat ze alleen. Oh, hij gaat iedereen vrijlaten en dan alles terug. Mm-hmm. Ja, hoe kan die daar te voet geraken? Ze heeft een barrière met kilometers per groot. This is it. We're going in. Oh shit. En nu kunnen zij onveranderd naar binnen gaan. Ah, kijk, hij is aan het helpen. Oh nee. Dat leek even alsof Quicksilver daar aan het doorlopen was, maar dat is gewoon allemaal flikkerd, sorry. Holy je gaat er iets fuck. Mislopen met hem, hè? Nee? Ja, nee, want de barrier staat er nog steeds, hè? Maar... Ja, Harry Potter toe. Oh, fuck. Heel de barrier. Kijk. Ja, kijk. Zeg het toch. Hij begint af te brokken. Oh, shit. Doing. Ziet je? Oh, dit is fucked up. Zijn? Nou, joh, dat denk ik. Jimmy Woo is steeds buiten. Domme koe. Ah, sukkie. Oké, ze gaat wel de echte villain zijn. Dan heb je. Ja. Die Vision is gewoon secondary villain. Ja, hero pose moment. Vision. Jazz hands. Magneto be like. Nou, that's a place. Echt wel met alle powers van Vision ook nog. Ja, maar ik wil maar even zeggen, die serie begint gewoon direct BAM! Hier, let's go! Ja. Tak tak tak, we zijn hoe lang bezig? 20 minuten. Want die hebben ook Queen of Klets uitgedeeld. Queen of Klets. Ja! Dat doen we denk ik aan Man of Steel. Ja. Of niet. Oh Iron nee, niet allebei tegelijk. Dat is twee kinderen. Ik vind kinderen achter allemaal gewapende soldaten. Let's go! Maar ja, het is beter dat zij tegen de witch vecht dan de kinderen. The fuck, ze teleporteren even, ik wist niet hoe ze komt. Die... Blijven proberen. Goed. Just like mommy. Nice dress. Ik vind het leeg. I like yours too. Just back it up. Just back it up.
Voor welke film is dat? Oh ja! Yeah. Ah, Darcy! Darcy! Out the ship of Theseus. Neither is the true ship. Snap het? Both. Zie ze kijken. The land process. Zal ik straks wel uitleggen. Want ze beide niet de echte Vision zijn. Mm-hmm. Daar komen we op neer. Maar samen. Oh. Wat dat geel. Dat is wel cool. Oh nee, toch niet, nevermind. Basically, het is ongeveer wat te zijn, hè? Ja, maar deze je niet wijs maken dat die Vision wegvalt, hè? Want dat is ook helemaal kut vinden. Want dan... Holy shit. Oh, eet de wild van. Oh yeah! En de kinderen zijn nog steeds nep. Hallo, nu gaan die zich tegen haar keren. Dat zijn de sterkere witches. Ja, ja. Oh shit! Costume. Dat is de allereerste fatsoenlijke Scarlet Witch fight scene, hè? Wil winnen. Echt waar. Want die met Thanos was ook gewoon even klets klets gedaan, hè? Kerel, die visuals, man. Ja? Is dit die shit, hè? Ik moet nu dat Vision direct komen helpen, ze de witte. Heroic entrance. Ja, die gaat dat niet kunnen containen en die gaat hem kapot gaan. Oh shit! Zombie Maximus. Ah, die moet oppassen, dat is niet te veel gebruikt. Ja? Dat is gelijk wat ik zei van die batterij van vorige aflevering, hè? Ja. De batterij te gaan oplaten gaat ook kapot. Ah, oh, dat was hem. Oh, she did something. Dat is toch anticlimax, dus. Je nam dat zo vast. Ik denk, ik ga het terug. Ik wil ons rustig aan het trekken, hè. Was er erachter? Ah, ze heeft runes onthouden. Oh! Oké. Basic runes! Eigenlijk. Dat betekent wel dat ze nu erkent dat ze eigenlijk de witch is. Ja, het zijn echt wel runes. Maar ik weet nu niet of dat een bestaande runes zijn of niet, want sommige lijken op Noorse. Hoe kan die nog vliegen dan? Oh, nu gaat zij... Nu gaat ze transformen naar de Scarlet Witch. Dat is dat Vision. Dat is dat Vision. Was al altijd de Mindstone. Ik moet anders kunnen wijzen. Ik weet niet wat. Oh, die zucht zijn haar gewoon helemaal leeg. Mm-hmm. Dat doet je zo. Sucky, ja. En waarschijnlijk gaat hij nu ook een echte Scarlet Witch kostuum krijgen. Laten we hopen. Zie, dat is dus wat hij toen zag. Ja, ik zie een vokje. Holy fuck! Ze heeft zelfs krullen gekregen, joh. The Scarlet Witch is born. Die doen we zelf. Oh god. Bam. Nee, zij niet. Zij krijgt nu 400 jaar aan aging over haar heen. Ja, Savage gaat die echt zo verrimpelen. Damn, she looks good. Oh, nu gaan die een mini-heks rond hun huis hebben staan. Nee? Hoe cool zou dat zijn? Zo één klein heksje zo en dan, ja. Ja, waarom heeft ze daar niet aan gedacht eigenlijk? She couldn't control her powers. Ja, nu wel. Dat betekent dat kinderen en Vision nooit het huis kunnen verlaten. Just a normal day in Westview. Maar dan moet je de heks of zulke val breken. Ah, maar dat huis is het epicenter, dus daar rennen ze sowieso pas op het einde weg. Mm-hmm. Oh, fuck. Ha, gotcha! Oh, fuck.
Oh, zeg niet dat hij weg gaat tijdens het kussen. Alle decades. In dezelfde kleren als waar het begon, joh. Zo lang heeft die heks daar niet gestaan, hè? Een weekje. Dat was meer Roodkapje dan dingen. Ik weet ook waarom dat Wanda Vision is en niet Vision Wanda. Het is echt wel Wanda verhaal. Vision is meer zo. Wat ik jammer vind, maar niet erg. I teared up. Ja, ik niet, maar het scheelde niet veel, denk ik. Ja, toen ik. Ik vond het al zo erg toen ik Wanda zag afscheid nemen van Vision. Want toen is ze ook niet zo door Westfield liep en eigenlijk beseft van ze is terug alleen, terug bij Af, maar nu gewoon met een les geleerd. Maar op zich, ja. Ik vond het vooral erg voor die kinderen. Ja, die kinderen zijn ook. Oh, fuck! Ja, dat had niet besteld gestaan, hè? Jawel, maar als je het beseft. Ja, 3 dagen, 4 dagen oud. Ja, ja. Maar wel op 10 jaar. Maar ik heb zo te doen met Wanda. De MCU is echt niet lief voor haar. Voor die mensen zijn, en dan zijn die heel trouw aan de dingen, aan de strips. Ja. Echt, die doen daar hun eigen shit mee, hè. Maar ze zijn er heel trouw aan. Ze doen geen... Want ze nemen zo de bulk nemen ze zo. De grote omleiding hebben ze van de comics mee. En zeker zo de comics die heel veel impact gehad hebben op de fanbase. En nu ziet je ook gewoon zijn eigen ding daarmee doen. Ik vind het echt geweldig. Want... Het werkt perfect zonder Mephisto. Hè? Die kinderen, hè? Die kinderen zouden eigenlijk niet kunnen werken zonder Mephisto. Maar het werkte voor Wanda. Ja. En ze hebben ook verschillende verhalen door elkaar. Ja, oké. Ben benieuwd. Jimmy Woo! Heyward! Dank u. De bioscoop. Kon ik ook maar naar de bioscoop? Ja, they're asking for you in the theater. Zo van, we willen een film met u. Verdomme. Old friend of your mother's. Ziet je wel? Ik zei dat Skrulls... Ik heb dat niet gezegd in het begin van de video. Hè. Fuck man, ik zei dat Skrulls er ging inkomen. Fuck. He'd like to meet with you. Talos? Nee. Where? Ah, Talos, jawel, dat kan wel. Nick Fury. Maar zij is die kleine Skrull van een Captain Marvel, hè, die zo'n haar en vriendjes was. Up there in the ruimte. Ja, in space. Dat is hetgene wat ze wou in het begin van de dingen. Ja. Oké. En zo hebben we ook Monica en Captain Marvel 2. Dat was wel een effectieve omkering van de strips eigenlijk. Want de Skrulls zijn, als ik mij niet vergis van zover ik het gehoord heb, zijn dat eigenlijk belangrijke vijanden in de Marvel Comics. Hè? Skrulls, dat zijn geen goeie, maar ik vind dat ze dat hier wel. Dus ik heb het omgedraaid. Dat was een heel effectieve reveal in de Captain Marvel film. Ja, die vond ik heel goed gedaan, die twist. De film op zich was... Maar ik vond die reveal vond ik zo, daar heeft het zo weer wel omhoog geschot zo. Oh, er is nog een dead credit scene! Ja! Oh. Ik was bijna zo met mijn hoofd op tafel aan het slaan, ik heb mijn beeld. Zo, die tafel bij te zijn. Mijn glazen.
als een Vision met een schort aan te koken. Maar dat kan wel. Ja, ja, ik zeg je, die gaat... Zo kun je wel zeggen dat hij de multiverse gaat openbreken, eigenlijk. Je ervan spreekt dat ze in de Darkhold aan het zoeken is naar een manier om die kinderen terug te krijgen. Dat ze die in een ander universum vindt. Ja. En dat ze zo gaat... Want dat gaat dan terugspelen op Doctor Strange, de Multiverse of Madness. Dat is een perfecte setup, hè. Ja, perfect, maar het is best een goede setup. Ja, ik snap wat gezegd. Oké, ja, dat was WandaVision alweer. Hoe vond jij de seizoensfinale? Ik vond die heel stevig. Ik had echt schrik. Zoals ik zei in het begin, dat ze zo heel veel moeite gingen hebben met die dingen. Met de afterronde. Maar op zich... Het is gelukt. Ze hebben niks extra geïntroduceerd. Ze hebben effectief gewoon gezegd van... Oké, dit zou nu de afrondende 10, 20 minuten van de film zijn. Bam. En ik vond het eigenlijk goed. Misschien die witte Vision... Hadden ze die niet in een after credits scene moeten zetten. En meer bij de vorige aflevering bedoel ik dan. Omdat die nu zo... Stel dat je de after credits scene gemist had, was dat rete random dat er ineens... Witte Vision daar stond en dan pam pam pam, klets uit en dan praten en dan gedaan. Maar die hebben ze ook al even geïntroduceerd in de wat vooraf ging, hè? Ja, inderdaad, dat is wel waar. Dus als mensen dat hadden gezien, hadden ze zonder spoilers even kunnen terugkijken naar de endcredits. Ja, en even flippen ze van, wacht, wat heb ik gemist? Heb ik een halve aflevering ondernemen? Wait, what? What? Nee, maar dus op zich, ja. Ik vond het een goede voet, ik vond het goed afgerond. En ik was heel blij dat ik gelijk had met de Darkhold. Ik was heel blij dat ik gelijk heb met de Skrulls. Maar ik heb dat niet gezegd, dus ik kan het niet bewijzen. Allee, tegen hem wel, maar tegen u niet. Ja, hij heeft iets gezegd van Skrulls. Maar het was wel plausible hoor, dat Skrulls erin gingen komen. Aangezien je met Sword bezig bent. En Nick Fury boven met de Skrulls ook met Sword bezig. Allee, boven. Hunten hebben we gezag op het einde. Door Vaf van Fruim. Ja. Het enige wat ik me nog afvraag is wat er nu met die witte Vision gebeurt. Want die zegt, I am Vision. En die vertrekt... Ik denk dat hij ook wat meer gaat leren over zichzelf. Maar hij gaat niet bij Wanda blijven, want hij heeft geen gevoelens van Wanda. Hij heeft gewoon de herinneringen. Of net wel. Want misschien gaat hij door, misschien gaat hij door die herinnering te bestuderen wel terug. Maar ik weet niet of dat nu de juiste richting zou uitgaan zijn. Ik denk dat ze nu die relatie hebben afgerond en dat ze het daarmee moeten laten. Oftewel, als ze dat nog willen doen, een lange tijd wachten en daar terug opnieuw rustig opbouwen. Maar ik weet het niet. Ik vind dat zo... Op zich hadden ze voor mij Vision nu effectief kunnen laten rusten. Maar ze gaan het niet doen. Het personage van Vision te laten vallen. Ja, als een Vision is dood, maar wel heel abrupt in Infinity War, vond ik persoonlijk zelf. Het was schoon in Infinity War, maar het was abrupt. Schoon. Ik heb het dan over de... En dan zo... I love you. En dan die shit. En dan Thanos. Toen heb ik ook echt met tranen in mijn ogen gezeten. En dat was cool, want ik gaf niks om die relatie. Dat boeide mij toen niet. Jawel, ik vond de relatie wel. Ik vond die wel boeiend. Ik vond dat boeiend, maar en een kleine kant een beetje slechter uitgewerkt. Dat was zo abrupt van Civil War ineens, Peppercash. Ja, en in Infinity War waren ze samen. Dat vond ik ergens wat jammer, maar dat hebben ze nu heel goed uitgewerkt. Black Widow en Bruce Banner, dan denk je dat ben ik nog slechter gedaan. Vind je van Scarlet Witch en Vision slechter dan Bruce Banner en... Nee. Bruce Banner en Natasha is slechter dan... Ja, inderdaad. Dus als je daarnaar kijkt, denk je toch ook van... Oh, Wanda en Vision, morgen. Maar wel, daarom, als je dat als fout ziet, is deze serie perfect om dat verder uit te werken. En om ook gewoon Vision een fatsoenlijke afronding te geven. Nu heb je afscheid kunnen nemen van hem. Ja, bedoel ik. Dat is ook het prachtige aan de MCU. Die kan dingen uit het verleden wat niet fan-favorites zijn. Bijvoorbeeld die relatie, die was... Oké, ze waren samen. Dat was mij. Dat hebben ze nu teruggebracht. En ze hebben dat krachtig gemaakt. Ik zei het ergens in het midden van deze serie ook al... Ze hebben er letterlijk voor kunnen zorgen dat Wanda en Vision, twee personages van Marvel, echt de fan-favorites werden. Ik bedoel, als iemand er niet was voor Wanda nu, en iemand denkt van, och, ze zevert nog steeds, en dan is er iets mis. Ja. Als je je nu niet slecht voelt voor Wanda, dan klopt er iets niet. Sorry. Nee, maar, goh. Gelijk Jezus zei hij van, I had to tear up. Ik weet dat niet. Marvel films doen mij niet wenen. Alleen, het enige waar ik even een traantje heb moeten pinken is in Avengers Endgame, waar dat ze allemaal samen uit die portalen komen on your left, Avengers Assemble. Die shit was voor mij echt zo van... Toen was ik aan cheering. Dat vond ik even van... Oké, zo erg was het niet. Dat blijft ook wel echt een van de mooiste momenten binnen. Ja, dat vond ik wel een heel schoon moment. Films, dat gevoel wat je dan hebt. Maar ik heb nooit moeten wenen binnen een Marvel film. Bij Iron Man misschien, als hem zo... doodgaat. Maar, spoiler alert, by the way. Iron Man. Oh.
In Endgame. Endgame, ja, ja. En dan gaan de film Iron Man. Huh? Nee. En dan zo, jawel. Eigenlijk heel het einde van Endgame. Zo, I love you 3000. Als je daar zo het hologram van Stark ziet, ook weer daar. Naar die kleine toe, dat wel. Oké, okay, ja, no shit, kerel. Ik weet van mezelf, ik heb bij Endgame heb ik even tranen gelaten. En bij Guardians of the Galaxy 2, Yondu's death, vond ik ook. Oh jawel, oké, ik neem echt wel terug. Marvel films doen me wel wenen, maar het grootste deel niet. Ja, Yondu, maar ik vond Yondu ook zo geweldig. Ja, aan de ene kant perfecte einde, maar ik wil dat niet voor die kerel, die vond ik zo goed. Ja, de Incredible Hulk heb je ook laten wenen, maar dat was gewoon wat slecht was. Nee, oké, ik wou je zeggen, waar dan? Bij Abomination zo, mijn ogen! Ja, ik vond die engelen, we weten het is goed, stop. White Vision, dat vond ik goed uitgewerkt, maar ik vond het ook wel abrupt gedaan. Ineens, ze waren aan het vechten, ze waren in de library, ze gingen iets praten over een theorie van Stasius of zoiets. Van Stasius. Ja, ja. En dan gaat Vision, poep, White Vision wordt goed, hij vliegt weg en hij gaat zijn leven beter. Wat begreep je daarvan, Stasius niet? Ik snap de filosofie erachter. Ik snap wat ze mee willen zeggen en de vergelijking met de Visions. Ja, want die begrijp ik. Dat is een boot en als je die boot per plank gaat vervangen, dus je haalt er een plank uit, want die boot is kapot, die is rot. Want je haalt er een houten plank uit en je steekt er een nieuwe houten plank in. En een nieuwe, niet dezelfde. En je vervangt die allemaal om de beurt. Na een tijdje, als je alle oude planken hebt vervangen, is dat dan nog altijd dat schip van Theseus? Dat is de vraag erachter. Ah, ja. Want je hebt eigenlijk alle stukken die van hem waren, en je hebt daar dan een nieuw ingezet. Hè? Want die kerel is zogezegd dood in dat schip, dat is een museum. Maar stel dat je dat dan verandert, dan heb je toch niet meer datzelfde schip, ook al is dat meerdere keren gerestaureerd. Want alle originele stukken zijn vervangen. Ja. En alles wat het schip van Theseus maakte, dat is eruit. Inderdaad, en stel dat je die planken, hè, dat je die probeert terug te maken, en je steekt die dan terug in elkaar, is dat nog altijd Theseus' schip? Is dat nog altijd dat schip? Ja, technisch gezien ook niet, want het is niet meer hoe dat het origineel was. Dus dat is de filosofie erachter. Dat komt van, als ik me niet vergis, van de Griekse mythologie. Maar ik kan het niet zeker zeggen. Ja, dat is de eerste keer dat ik er iets van hoorde, dus dat was wel interessant. Maar ik snapte wel direct... Maar het paste perfect, want zij zijn alle twee. Hè. Vision is eigenlijk de vernieuwde versie. Hè. Dus hij is degene waar dat telkens een nieuwe plank is bijgezet. Hè. De Vision die wij hebben gevolgd de hele tijd. En Witte Vision is eigenlijk die met de originele stukken die teruggemaakt en in elkaar gestoken zijn. Alle twee zijn zij niet echt Vision. Ja. Maar samen. Ja, inderdaad, want... Maar, aan de andere kant, je zei van, op zich zijn ze samengesmolten, maar ja en nee, want het is niet de Vision uit de Hex die is samengesmolten, het is de Vision van ervoor, want hij heeft eigenlijk gewoon die memories unlocked. Ja. Dus alles wat dat Vision in de Hex gedaan heeft, dat zit niet in die kerel zijn herinneringen. Nee, inderdaad. Dus... Het zijn de twee separate beings, maar inderdaad, van is ja. Weg. Ik was je zeggen, is één being. De leuke Vision is weg. Ja, aan de ene kant, ik had wel graag gewild dat Vision uit de Hex, want ik noem die altijd Vision uit de Hex, omdat dat duidelijk is. Ja. Dat die wel nog er zou geweest zijn. Maar aan de andere kant, ik vind dit echt geen slecht einde. Gelijk ik zei, ik had liever dat we die Vision gingen houden. Maar als dat nu niet het geval is... Ik vind dit zeker even goed als wat ik zei. Misschien had ik het nog een klein beetje beter gevonden... als Marvel een bold move had gedaan... en het verhaal van Vision gewoon compleet afsluiten. Ja. Dat dit was de story arc van Vision, van Jarvis. En nu is het gedaan. Dat had ik ook wel... heftig gevonden. Want nu weten we, er is nog ergens een Vision. Paul Bettany zit nog in de MCU. By far doet hij dat wel echt prachtig. Ja, maar ik vraag me af hoe ze hem gaan terugpakken. Want op zich is hij weg. Je zou dit ook kunnen zien, ook als het einde van Vision. Hè? Die Vision is waarschijnlijk weg. Waarschijnlijk komt Vision pas terug, ofwel in Doctor Strange 2, ofwel in Avengers 5, als er die ooit gaan maken. Heel eerlijk, ik hoop niet in Doctor Strange 2. Ja, misschien dat iets met Maak Wanda. Daar maar gewoon Wanda van. Ja. Of dat je... die daar lichtjes in mee verbindt, maar niet... Theorie. Eventueel dat ze die Vision gaan gebruiken om Wanda terug een beetje recht in de kop te krijgen. Yeah. Maar ja. Ik heb nu net een theorie bedacht. Toch nog, hè? Geen theorie doen, maar ik heb er één bedacht. Ja. In Doctor Strange 2, The Multiverse of Madness. Multiverse. Wanda gaat proberen om haar kinderen terug te halen. Ja. En dat natuurlijk, dat gaat niet direct lukken en dat gaat fout gaan waarschijnlijk ergens. En zo gaat Doctor Strange ermee gemoeid raken. Ja. En zo wordt het toch een klein beetje wat ik al in het begin zei, antagonist. Maar ze gaan ook samenwerken. Ze gaan het samen proberen, maar het gaat in het begin fout gaan. En dat gaat het verhaal worden binnen Doctor Strange 2. Ja, ik denk gewoon dat Wanda de setup is voor Doctor Strange 2. Ik denk niet dat zij... Ah, ze gaan een grote rol spelen, maar ik weet het niet... Iedereen zegt van Wanda villain, Wanda antagonist, wat er is. Ik zeg niet grote antagonist, want zij wordt de grootste slechterik van het verhaal. Nee, sowieso niet. Daar ben ik sowieso niet van overtuigd. Maar ik denk wel dat er iets gaat zijn. Dat Wanda de grote setup is
van de film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja. Wanda gaat dat proberen. Het gaat fout gaan. En Doctor Strange moet komen helpen. Wanda wordt boos. Ze gaan een beetje backvechten. Zie, dat weet ik dus niet. Daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Maar ik zou het niet erg vinden moest gebeuren. Maar daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Ze gaan wel vrij direct al, of zeker tegen de helft van de film, gaan ze wel een vrede sluiten. Omdat de Big Bad eraan komt. Ja, het is nog meer dan een jaar begot. 2022 komt hij pas uit. Maar ik denk dat dat mooi geweest is voor vandaag. Hoeveel zou je WandaVision geven in totaal? Als op punten? Als je het zou moeten zeggen, voor een totaalverhaal. Niet per episode. Minstens een 8. Toch een 8, ja, ik denk. Toch een 8, zo van, nee, 6 of 7. Zo komt dat nu over. Nee, ik denk dat 8 minstens, ja. 8, 8,5. 9 is misschien iets te veel. Maar, ja. Nee, het was echt heel... Ik vind dat een moeilijk, ik moet mijn episodes soms apart. Nee, ik vond het verhaal op zich echt... heel innovatief en het is echt amper nog gebruikt gewoon in film in het algemeen of series. Dat ze over de verschillende dekens van sitcoms gaan. Dat idee was prachtig. En ik denk dat we daarmee deze video het beste kunnen afsluiten. Dus wat vonden jullie van WandaVision? Wat vonden jullie van mijn reactions over de serie? Wat vonden jullie van onze reactions over de Don't touch me! Wat vonden jullie van de reacties over de laatste twee episodes met ons bij? Laat het weten in de comments er beneden. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen, bedankt voor het kijken. En ciao. En vergeet niet om morgen zeker te kijken naar hoe Wanda Maximoff de Scarlet Witch werd. Dankjewel. En ciao.